Vandaag meer info over wifi. Wifi-functionaliteit op camera's. Je hebt twee opties. Ofwel heb je recente camera's zoals de Sony Alpha serie, waarbij wifi alleen gebouwd is op de camera zelf. Of als je een oudere camera hebt, of een camera zonder die optie, dan is er nog het wifi-geheugenkaartje, wat je in die camera kunt laden, waarbij dat wifi voorzien wordt door het kaartje zelf. Die twee opties tegenover elkaar. Sowieso, als wifi een heel belangrijk punt is voor je, zou ik sowieso opteren voor een camera met ingebouwde wifi. Die heeft een aantal voordelen tegenover deze kaartjes. Een van de voordelen van wifi in een toestel zelf is dat de antennes en het bereik en dergelijke meer de antennes zijn zodanig geplaatst in de body op plaatsen waar dat er geen storende elementen zitten, waardoor je beter bereik hebt. Je hebt ook een veel grotere antenne, waardoor je hogere snelheden haalt. En dus, zoals eerder al zegt, beter bereik hebt van uw wifi-signaal. Verder, qua functionaliteit biedt het wifi in een camera ook iets meer opties. Omdat je bijvoorbeeld ook met een app op een smartphone dan bijvoorbeeld, of op een andere computer, kun je dan met een applicatie de camera volledig gaan besturen. Dus zoals bij de Sony Alpha-serie bijvoorbeeld kun je het beeld wat momenteel in de zoeker is op je smartphone ontvangen, kun je scherp stellen, kun je de belichting aanpassen en kun je de opname uiteindelijk ook maken of de video opstarten. Dat is functionaliteit die met deze kaartjes sowieso niet mogelijk is. Waar die kaartjes dan wel overeenkomen in functionaliteit met de ingebouwde wifi is als het gaat over het overzetten van beelden. Dus als je een opname maakt, dan is het zo dat zowel op het kaartje als op de toestellen met wifi, dat je elk beeld dat je neemt kunt synchroniseren en ontvangen op een computer die in hetzelfde netwerk, of een smartphone of een tablet die in hetzelfde netwerk staat. En dan krijg je gewoon elke opname die opgenomen wordt daarop te zien. Maar de kleine vertraging uiteraard, omdat het beeld nog over het netwerk moet verplaatst worden. Naast het overzetten van beelden die je op het moment maakt, is er ook de optie om, als je het beeld live bekijkt, hier op je gaat doorheen de beelden, dan kun je een keuze van een beeld overzetten naar je smartphone of je tablet of je computer, waarbij dat dan je smartphone, tablet of computer tijdelijk connecteert op wifi, een wifi-netwerk die opgezet wordt door de camera. Dus de camera gaat dan een wifi opzetten en als je een app hebt, zal die app dan automatisch connecteren op die wifi om dat beeld te ontvangen. Nog een extra optie die bij deze camera anders werkt dan bij het wifi-kaartje is, hier kun je als je doorheen de opname bladert en je wil een opname delen, kan je naast het delen naar een gekoppeld toestel op het wifi-netwerk ook delen naar sociale media zoals Facebook, Flickr, Instagram en dergelijke meer, rechtstreeks naar het netwerk, dus zonder daarvoor een device nodig te hebben dat ertussen zit. Als we dat even opzij zetten. Zo, nu heb ik snel van camera gewisseld. Dus nu ben ik de opname verder aan het zetten met de Sony Alpha 7. En dan heb ik de Nikon D610, waarmee daarnet de film werd gemaakt, in handen genomen. Omdat deze beschikt dus niet over ingebouwde wifi. De D600 ook niet. De D750, die dan recenter is, die heeft dan weer wel ingebouwde wifi. Dus om deze camera, om toch mijn foto's snel te kunnen delen op het internet, heb ik daarvoor het kaartje, het geheugenkaartje waar ik eerder van sprak, aangekocht. Dat is een SanDisk iFi 8 GB wifi kaartje. Het is klas 4, terwijl dus is op zich het kaartje op zich al iets trager dan, ik denk qua prijs, dit is een gewoon geheugenkaartje. Het is een Samsung kaartje, 16 gig. En klas 10. Dus deze kaart zal sowieso sneller schrijven. Qua prijs liggen ze allebei rond de 10, 11, 12 euro. Nu, een voordeel van de Nikon D610 is dat er twee geheugenslots zijn. Dus dan kan ik in het eerste slot bovenaan steek ik dan mijn voornaamste geheugenkaartje. En daarop komen mijn RAW-beelden. Dus alle foto's van die zijn op zich al 24 megabyte ongeveer. Al die foto's komen op mijn eerste geheugenkaartje terecht en dan het wifi-kaartje, dit kaartje, wat iets trager schrijft en wat geconfigureerd is om JPEG-bestanden naar mijn telefoon om te zetten over wifi. Dat zit in het tweede slot en dan kan ik,
als ik bij de opname ga kijken, bij de opnamemogelijkheden, bij de beeldkwaliteit, is het zo dat je bij... Ik denk niet dat die optie bij Sony bestaat, maar bij Nikon kan ik dan kiezen voor RAW op het eerste kaartje en een JPEG-variant op het tweede kaartje. Het tweede kaartje in dit geval mijn wifi-kaartje. En als JPEG-variant neem ik dan nog, ik geloof dat ik de kleinste JPEG neem. Ja, small is van small, dat is ongeveer 6 megapixels. Dit is zelfs meer dan 6 megapixels, denk ik. En een fijne JPEG-kwaliteit, dus weinig JPEG-compressie. En als ik nu een opname maak, dan wordt mijn RAW-bestand weggeschreven naar mijn snelle geheugenkaartje. En de JPEG-versie van het RAW-bestand wordt in een kleiner bestand weggeschreven naar mijn wifi-kaartje. Mijn telefoon zal meteen de wifi die het kaartje uitzendt herkennen. En dan zal mijn telefoon de kleinere afbeelding ontvangen. En juist omdat het een kleinere afbeelding is, gaat die transfer veel sneller gaan. En kan ik het beeld op zich ook bijna rechtstreeks, met een minimale aantal aanpassingen, bijna rechtstreeks delen op het internet. Wat je ook kunt doen, is bijvoorbeeld met deze combinatie, is dat je enkel schiet met RAW, dus geen JPEG varianten maakt. En als je dan door je foto's bladert, dan kun je in je camera de bestanden die jij wilt toch gaan omzetten naar JPEG. Dan gaan die ook naar het tweede kaartje gaan, omdat het een JPEG bestand is. En dan worden die ook weer automatisch omgezet. Ook als je maar één kaartje zou hebben. Oké, het is wel iets trager in dit geval, maar van andere merken zijn er ongetwijfeld wifi kaartjes die ook klas 10 snelheden wegschrijven. Dan kan je de kaartjes ook zo, de meeste van die kaartjes kun je ook zo configureren dat enkel bepaalde type bestanden, bijvoorbeeld enkel JPEG bestanden, worden omgezet. En dan zou je kunnen met dat principe werken van achteraf al je RAW bestanden controleren op je camera en die bestanden die jij wel omgezet hebben op je telefoon of op je tablet of op je computer, die omzetten naar JPEG in camera. Het omzetten naar JPEG in camera is een functie die hierop beschikbaar is. Nu denk ik dat dat op zich ook wel mogelijk is op de Sony Alpha reeks. Je hebt een aantal. Dat is nog een voordeel van de Sony Alpha reeks die dus ingebouwd wifi heeft. Daar kun je ook bepaalde apps op configureren. En een van die apps is onder andere filters toepassen op je foto's. En een andere app is het rechtstreeks delen van foto's op sociale netwerksites. Wat kan ik daar nog over vertellen? Ook nog een leuke instelling van die wifi kaartjes is ze noemen het denk ik Endless Memory, als ik het niet verkeerd heb. En dat is een instelling die gebeurt als je het kaartje in de computer steekt, wordt een programma opgestart waar je een aantal instellingen kunt wijzigen, zoals de credentials van wifi. Maar ook een aantal opties, zoals die filters van bestanden. Wil ik enkel filmpjes, wil ik enkel JPEG, wil ik enkel RAW-bestanden en dergelijke meer omzetten. Maar je kan bijvoorbeeld ook, een van de instellingen daar is dat de kaart automatisch kijkt hoeveel geheugen er nog beschikbaar is. Een instelling kiezen waarbij dat bijvoorbeeld op percentage van 80%, als het kaartje voor 80% volgeschreven is, dan wil ik alle bestanden verwijderen, zodat er opnieuw plaats is voor nieuwe bestanden. En in principe kan het ook geen kwaad, omdat uw bestanden over het algemeen al over het netwerk zijn overgezet. En zeker in deze setup, waarbij dat mijn originele RAW-bestanden op het andere kaartje terechtkomen, kan dat zeker geen kwaad. En dan denk ik dat ik de grootste verschil tussen de twee type wifi-opties wel besproken heb.